Hi, hi tweeling. Leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van Amandela. En deze week is het voor week nummer 29. En dat is van maandag 19 juli tot en met zondag 25 juli. Dus aan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt de tweeling alsof je deze week de situatie accepteert zoals die komt. En dat kan best nog wel eens een beetje misschien een pittige situatie zijn. Of in ieder geval een situatie waarbij jij het best moeilijk vindt om er bijvoorbeeld niks over te zeggen. Of om er bijvoorbeeld geen actie op te ondernemen als het bijvoorbeeld over je kinderen gaat of als het over een collega gaat. Toch heb ik echt het idee van je schat het goed in. Je neemt echt even je afstand daar waar het moet, want je lijkt het heel goed te overzien. En ik heb het idee dat je aan het einde, of als je de resultaten gaat zien, eigenlijk heel tevreden bent dat jij daar het, ja, een beetje eigenlijk met rust hebt gelaten en de ander zijn of haar weg hebt laten gaan. En dat zorgt er bij jou voor dat je echt dingen goed in evenwicht hebt gehouden, terwijl je voor mijn gevoel het liefde meteen had willen inspringen. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.